Welkom bij Museum 105. Met uw gastheer René Kind. Dit keer gaan we terug naar het jaar 1928. Het is deze aflevering in 1928 dus, een jaar voor de eerste experimentele televisieuitzending. Maar de krant is nog de mediakeus voor de gewone mens. We kijken hier niet naar de gewone man, maar naar de chef-drukkerij van het Haarlems Dagblad. De chef kijkt weer naar zijn medewerkers die hier druk bezig zijn met het typen van een nieuwe editie. Bij elke letter die ze aanslaan, wordt er in de zin een gietvorm geplaatst. En wanneer de zin af is, wordt deze gegoten. Dit lijkt wel veel werk, maar voor deze zogeheten zetmachine werden alle letters nog handmatig gezet. Ja, zoals de Haarlemse Laurens Janszoon Koster vroeger in de 15e eeuw. Dat is inderdaad die vent van het standbeeld op de Grote Markt. Dus al een hele tijdsbesparing, maar nog wel steeds heel veel werk. Hier worden de letters veranderd. Dit werd gedaan om bijvoorbeeld een grotere kop te typen of een dik gedrukte inleiding. Zo lijkt dat Haarlems Dagblad in 1928 toch al heel modern. Tegenwoordig claimt zij de oudste nog steeds verschijnende krant ter wereld te zijn. En dat komt doordat het Haarlems Dagblad in de tijd gefuseerd is met de oprechte Haarlemse Courant. Dit gebeurde pas in de Tweede Wereldoorlog, dus dat is hier nog een concurrent. Na al dat typen wordt die gietvorm in een opmaak gelegd en de krant wordt geperst. Hiervoor wordt een 400.000 kilo wegende pers gebruikt. Na het persen kan de krant, net zoals de schone was, even de droogtrommel in. De krant, of de pagina zoals hier, wordt ongeveer een halve minuut gedroogd en kan daarna worden bezorgd.